Ja, dus ik ben Albert, ik ben psychiater. Ik werk hier in het UMC Utrecht en ik werk dus op een afdeling dat wij noemen A3 of vroege psychose. Dat is een afdeling bedoeld voor mensen die een eerste psychose hebben meegemaakt of nog vroeger naar de eerste psychose zitten. Die THC-gehalte van de cannabis is de bad guy, zeggen wij. Omdat alle negatieve effecten van de cannabis worden tot nu toe gerelateerd aan de THC. En negatieve effecten bedoel ik dus, dat kan zo'n psychose, psychotische symptomen of een stoornis te ontwikkelen. Kan ze om verslaafd te worden of bijvoorbeeld cognitieve problemen te ervaren. Dat komen, denken wij, allemaal door de THC. En dus dat is, zou ik zeggen, die negatieve stof binnen de plant. Het punt is dat de cannabis die nu gebruikt wordt op dit moment heeft niks te maken met de cannabis die gebruikt werd in de jaren 80 bijvoorbeeld. Hè. Dus die cannabis toen gaat een THC-gehalte van 2% of minder. En nu, op dit moment, in 2019, de meest voorkomende vorm van cannabis die verkocht wordt in de coffeeshop heeft gemiddeld een THC-gehalte van 15%. Dus dat is heel fors toegenomen. En dat is natuurlijk iets dat, dat ook varieert. Hè? Dus je kan ook cannabis vinden van veel nog sterker, hè? Dus met nog veel meer THC. En dat heeft natuurlijk gevolgen, omdat hoe sterk een cannabis is, bepaalt ook, of is een van de factoren die bepaalt ook hoe groter de kansen zijn om problemen te ontwikkelen. Dat is een van de factoren. En we weten ook dat hoe sterk de cannabis is, hoe groter de kansen zijn om een psychose te ontwikkelen. Of hoe groter de kansen zijn om een verslaving bijvoorbeeld te ontwikkelen. Dus dat weten we heel goed. Andere factoren die ook heel belangrijk zijn, behalve de sterkte, is hoeveel jij gebruikt. Dus hoe meer jij gebruikt, hoe groter is de kans om problemen te ontwikkelen. En dat is ook waar voor de psychose, maar ook voor de verslaving natuurlijk. Hè? Dus mensen dus die de genetische kwetsbaarheid hebben of die gevoeligheid als ze in contact met de druk komen. Eén keer zijn de kansen zo, als een persoon dus meerdere keren in contact met de druk neemt, de kansen zijn gewoon helemaal groter dat dat eindelijk iets gaat gebeuren. Ja, eigenlijk die cannabisplant is een echt heel complexe plant en die bestaat uit aan honderden eigenlijk, of meer dan 100 cannabinoïden zeker, weten we. De meest gestudeerde cannabinoïden zijn dus de THC, dus die bad guy, en de CBD. Maar er zijn nog veel andere cannabinoïden. Maar die twee hebben de meeste aandacht en dat komt omdat die zijn de meest voorkomende cannabinoïden in de plant. Op een natuurlijke manier, de plant maakt dus THC en CBD voor de meeste. En CBD is een interessante middel, omdat lijkt wel bijna tegenovergestelde effecten te hebben aan de THC. En dat lijkt enigszins in sommige studies zelfs dat de effecten van CBD de effecten van THC tegen kan gaan. En dat is ook natuurlijk heel interessant vanuit alle standpunten. In de zin dat is een middel die bedacht wordt, dat misschien zou kunnen helpen, zelfs in mensen die een psychose hebben bijvoorbeeld, hè, om de psychose te verbeteren. Of dat zou kunnen helpen, is ook veel, veel beloofd, dat dat ook misschien zelfs tegen de verslaving zou kunnen werken. Maar de evidentie daarvoor is nog heel erg beperkt, dus we moeten nog heel voorzichtig zijn. Omdat, nu zitten wij in een situatie, dat gebeurt heel vaak in de maatschappij, dat is dat, zal maar zeggen, de markt gaat altijd 10 stappen vooruit in de wetenschap. Dus we weten eigenlijk heel weinig, maar je ziet dat inderdaad op dit moment CBD overal verkocht wordt. En hier kom je dus naar twee belangrijke punten. De eerste is dat wetenschappelijk gezien weten we de effecten niet zo goed, dus het bewijs is nog heel weinig over wat de positieve effecten van de CBD kunnen zijn. Dus nogmaals, lijkt wel een effect te hebben of tegenwerken positief kunnen zijn voor de psychose en zelfs voor de verslaving, maar het bewijs is zo beperkt dat dat zou ook anders kunnen in een paar jaar zijn. En aan de andere kant, dat gebeurt ook in een heel bijzondere situatie, is dat heel veel CBD verkocht wordt, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat die product bevat. Omdat natuurlijk deze producten hebben geen kwaliteitscontrole over zijn. En wat gebeurt ook heel vaak is dat CBD verkocht wordt als CBD, maar ook THC. lafaard. En dan maakt het natuurlijk alweer gevaarlijk, omdat die mensen die dus die gevoeligheid hebben, gaan heel blij en zeggen, oh ja, nu ga ik CBD, dat lijkt wel goed te zijn, dat ga ik gebruiken, maar die CBD bevat ook THC. Dus eigenlijk, je probeert iets goeds voor jou te doen, maar dan kom je weer in de problemen omdat je gebruikt iets dat toch THC heeft en dat is wel weer gevaarlijk. Dus je moet heel voorzichtig zijn, omdat op dit moment gebeurt heel vaak dat veel producten in de markt zijn, maar we weten niet zo goed wat allemaal verkocht wordt. En ook een ander punt is dat in de markt, we zien dat heel producten ook bevatten heel weinig CBD. Ook heel weinig. Dus dat is ook iets dat tegenstrijdig is met de wetenschappelijke studies waar de dosering van CBD heel vaak ook hoger zijn. Dus eigenlijk de effecten van de CBD van de markt vinden wij heel moeilijk om te schatten wat allemaal dat is. Natuurlijk je hoort verhalen van mensen die weten van worden en er profijt van hebben. Dat hoor ik wel, maar ik heb ook verhalen van mensen die ook niet beter zijn geworden. Natuurlijk, deze komen minder vaak in de nieuws, maar die mensen zie ik ook wel, dus ik hoor allebei. Dus daar ben ik ook heel voorzichtig in. En ik zeg, ja, wetenschap loopt er ons zo achter, we moeten veel meer onderzoek hierna doen. En daar proberen wij hier in het UMC ook meer onderzoek naar te doen. Dat is wel een belangrijk thema. En veel van de patiënten ook willen heel graag dat wij onderzoek hier gaan doen. En dat gaan we doen. Ja. Het wordt heel veel gezegd en er steeds ook meer gepubliceerd over de CBD-olie. Punt is dat de wetenschap loopt heel echt achter de markt. Dus wij kunnen op dit moment heel veel producten in de markt vinden die CBD-olie bevatten, om lekker te bevatten, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat die producten bevatten. Dus daar ben ik ook heel voorzichtig ook, omdat veel van deze producten met CBD-olie bevatten ook THC. En dat betekent dus voor de mensen die een psychose gevoeligheid hebben, geen goed doen deze producten. Dus dat zou ik zeggen, liever niet doen. Er worden steeds meer onderzoeken opgezet en nagedaan over die mogelijk positieve effecten van CBD. Dus die klopt wel. Er zijn nu enkele studies nog te weinig, die hebben laten zien dat de CBD zou kunnen helpen of de effecten van THC tegen zou kunnen gaan en zelf kunnen helpen om psychose te verbeteren. En ook veelbelovende resultaten over verslaving ook. Dat zelfs de CBD niet verslavend zou zijn en zelfs misschien zou kunnen helpen om verslaving te behandelen. Maar het bewijs is nog zo beperkt, dan ik kan nog niet adviseren om CBD te gaan kopen. Met name omdat ik niet zo goed weet wat voor CBD verkocht wordt. Omdat de mensen die CBD verkopen hebben heel vaak geen controles, geen veiligheidscontrole. Dus zij weten eigenlijk zelfs vaak niet zo goed wat zij verkopen. Er is ook niet zo lang geleden ook in een studie uitgekomen die juist dit heeft getest. Dus ze hebben verschillende producten met CBD gekocht en gewoon laten testen in een lab. En je ziet dat soms het verschil kan 50% zijn. Dus dat zij zeggen, we hebben dit, maar eigenlijk het verschil is absoluut enorm. Ze zeggen ook, dat bevat geen THC, maar toch bevat wel THC. Dus dat kan je niet allemaal helaas nog deze producten vertrouwen.